Hoi, in deze video laat ik je zien hoe je een mooi hart moet maken. Dit maken we van een vouwblaadje. We gaan eerst 16 vierkantjes vouwen en daarna gaan we er het hart van maken. We beginnen dus met 16 vierkantjes. Van dit vouwblaadje gaan we 16 vierkantjes vouwen. Je pakt het blaadje bij de punten. Kijk, zo. En die breng je naar de andere kant. Precies op de andere punten. En goed stevig met je duim over de vouw. Zodat het een mooie rechte vouw is. Kijk, nu hebben we een boek. Leg hem op deze manier weer voor je neer. En pak de puntjes. Die vouwen naar de middelste lijn. Leggen we precies erop, de puntjes. En we gaan weer met de duim eroverheen. Nu draaien we het om. En doen we dit met de andere puntjes. Ook weer naar de middelste lijn. Tegen de andere aan. Goed vouwen. En nu hebben we een kast. Draai het papier om. Nu pakken we weer de punten en brengen we deze helemaal naar de andere kant. Zo, precies erop. En dan gaan we weer met de duim over de vouw, over het papier heen. Nu vouw je hem weer open en pak je weer de puntjes en gaan we weer naar het midden vouwen. Zo, kijk, helemaal goed. Nog één keer vouwen en dan zijn we klaar. Draai hem weer om en we vouwen weer naar het midden. Zo, eens even kijken. Hebben we 16 vierkantjes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Heel goed gedaan. Nu gaan we het hart maken. Let op. Pak de onderste punt en die ga je naar het midden vouwen. Kijk, ik heb een stipje gezet bij het midden. Andere punt aan de onderkant gaan we ook naar het midden vouwen. Zo. Nou hebben we twee driehoeken. Zie je dat? Hier een driehoek en daar een driehoek. Nu hebben we een schaar nodig. Een schaar en gaan we over de stippellijn knippen. Tot aan het eerste kruispunt in het midden. Kijk, ik heb het hier voor je getekend. Zo, deze is losgeknipt. Nu gaan we deze punten allemaal naar de stippen vouwen. Let maar op. Dan zie je weer een driehoekje verschijnen. En deze punt. En deze punt. En de laatste punt. En als we hem nu omdraaien, hebben we het hart. Hij is helemaal af. Heel goed gedaan. Wil je nog meer vouwen? Kijk dan zeker mijn andere video's.